Ik ben Eline, ik ben 26 jaar oud. Ik heb de opleiding pedagogiek gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. En we zijn nu in Zuidoost, de buurtcampus in Gravenstein eigenlijk. Ik heb meegedaan aan de keukentafel. Dat is een project die 15 weken lang duurt. En ik was daarvan de stagebegeleidster van eerstejaarsstudenten. Ja, ondersteunde de ouders eigenlijk met bijles geven aan hun kinderen. Ik ben hier geboren in Zuidoost, opgegroeid in Zuidoost en mijn scriptie over laagopgeleide ouders in Zuidoost gedaan. Dus je merkt wel dus dat de ouders die laagopgeleid zijn, hulp willen, maar ze nooit weten waar ze het vandaan kunnen krijgen. Dus nu zie je meer flyers hier rondhangen. Of telefoonnummers, of het wordt in het Engels beschreven. Want hier in Zuidoost heb je hele ja, diverse verschillende culturen. 132 als ik het goed heb. Nog steeds komen ouders naar me toe om eigenlijk voor advies, vragen, opvoedvragen. Het was gewoon inspirerend om eigenlijk te zien dat al doe je iets kleins, het kan echt een hele grote impact hebben op iemands leven. Thank you.